Hoi dames en heren, wij gaan vandaag weer wat onmogelijke parcours en challenges doen. Kijk lekker de video, smash alvast het duimpje omhoog als je een dikke vette baas bent. En dan wil ik zeggen, heel veel plezier met kijken naar deze onmogelijke parcours en challenges. Wat up mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doen wij weer Parkour Paradise. Hier moeten wij onmogelijke parcours afleggen en we zijn vandaag bij level 25 alweer. Wat mooi. En ik heb een cactus, want ik voel me een beetje prikkelig vandaag. Oké, boys and girls, wij moeten naar beneden. Let's go! Wij moeten niet naar beneden, waarschijnlijk. Oh, ik moet hier in het water. Oké. Ja, op zich is het ook wel logisch dat je in het water moet landen en niet op de lava. maakt niet uit, wij gaan het in één keer doen. Let op, let op. Ja, wij gaan het in één keer doen. Let's go! Weep. Ja, hoe klein is dit ding, man? Wat is dit nou? Wee! Tegen de boom, nee. Oh, oh. Oh, ja boy. Ja. Je bro doet het even. Dat was toch een dropper. Ik bedoel, ze noemen het parkour. Maar eigenlijk was dat gewoon een dropper, hè? Een droppertje. Doe mij een droppertje. In een brief. Kan ik vanaf daar redden? Let's try. Ah, dit is moeilijk, man. Oh, nu moet ik weer hierin. Nee, dit is... Oh, jeetje. Oké, wacht even. Misschien als ik helemaal naar beneden kijk en ik krijg het plusje... In het water? Nee, dat werkt niet. Hè? Dit is zo moeilijk. Ah! Water! Oh, dankjewel, water. Waarom ben je zo vervelend, water? Ik weet het niet. Oké. Oeh. Ja, ik, volgens mij... Ja, of moet ik via de zijkant hier? Dat zou ook kunnen. Laten we dat eens proberen. Ah, yes. Oh, ik krijg er toch een beetje warm van, hoor. Moet ik daarin? Ik denk het wel. Bloem, ga aan de kant. Ik ga springen hoor. Ik ga springen. Wow, lieve naai. Oei. Dit is zo lastig, man. Wat is, het is echt, ze willen onmogelijke parcours maken. En dat doen ze ook. Nou, het is niet onmogelijk, maar het is wel verdorie moeilijk. Nee, maar echt moeilijk. Asha! Oh, nee, tegen het zijkantje. Jongens. Hupsakee. Kijk, ik word er wel beter in. Ik ga wel telkens... Kom ik net een stapje verder. En daar gaat het natuurlijk ook om, hè. Oefening baart kunst, jongens. Dat zeggen ze altijd. Nu is alleen de vraag... Ja, kan ik dit... Oh, nee, ik kan dat denk ik niet halen. Ik kan dat denk ik oprecht niet halen. Moet ik iets met mijn cactus doen? Nee, volgens mij heb ik mijn cactus illegaal gekregen. Hier, zag je die jump, jongens? Weer in één keer. En deze ook. Bam, jongen. Zie je wel. Ik zit echt even te kijken. Of even moet ik het wel? Nou, er is geen andere mogelijkheid voor een andere plek. Maar het is echt een verdorie moeilijke sprong dit. Oké, Bloem, help mij. Ha! Oh, jongens. Oké, ik ga even knippen naar het stuk dat ik erop ben geland. Hopelijk. 2000 years later. Oh, ja! Oh, ik deed hem. Oh, jongens. Eindelijk. Oh, nee. Dan nog zo'n nare sprong. Made it. Oh. Oh. Oh, baby. You're driving me crazy. Wij hebben het gedaan. Hey, cactus. Ik heb jouw broertje hier. Zie je, dat is een klein broertje. Oh, jongens. Wat een nare sprong moeten wij hier doen. Op deze show. Wat een nare show is dit. Oké. Lekker dan. Waar moet ik heen? Huh? Ik moet... Hè? Wacht even hoor, moet ik hier omlopen of zo? Oh, er is hier een ladder. Maar wacht even, hoe kom ik bij die ladder? Kan ik dat via de sneeuw doen? Yo, oké. Lekker dan. Nou, ik wil nu echt niet neergaan, want als ik nu val, dan moet ik dit allemaal weer opnieuw doen. Dat lijkt mij niet de bedoeling van deze aflevering vandaag. Kom op. Yes. Kom op. Yes. Kom op. Yes. En dan nu hier. Ah. Oh. Kom op, jongen. We moeten dit level halen. Oh, en dan ook die sprong. Ah. Oh, dat was zo bijna. Oh. Hey. Leveltje 26. Mocht je trouwens de andere niet gezien hebben, dan kan je sowieso aan het einde van deze aflevering nog kijken. Want ik heb al dus 25 levels gedaan. Die waren ook onwijs leuk. En ja, er zit toch geen verhaal in. Dus je kan hier net zo goed terugkijken aan het einde.
als je toch denkt van, hé, ik zit lekker thuis. Ik wil lekker gewoon filmpjes kijken. Dan kan je dat zeker doen. En let op hoe ik dit doe, hè. Ja. Dat is indrukwekkend. Waarom moet ik dan dat gaan zeggen? Dan gaat het nooit goed. Ik ken mezelf. Wacht even, moet ik nou via... Nee, via de spinnenweb omhoog? Echt? Wacht even, kan dat überhaupt? Nee, toch? Volgens mij kan ik helemaal niet via de spinnenweb omhoog. Misschien moet ik me even dood laten gaan dan. Zo. Dan land ik als het goed is weer boven. Oh, nee. Was het dan de bedoeling dat ik naar beneden ging? Ik kan me niet voorstellen dat ik via die spinnenweb omhoog moet, want je zakt alleen maar naar beneden. Maar het lijkt wel alsof het enigszins omhoog gaat daar. Of moet ik daar terechtkomen? Nee, dat kan ik niet redden, toch? Oh. Maar je sprong. 10 uit de 10, Wouter. 10 uit de 10. Zit ik nou gewoon helemaal aan de verkeerde kant te kijken of zo? Ik ben echt even het overzicht kwijt. Ja, ik zie die spinnenwebben. Moet ik dan toch omhoog daar? Maar hoe ga je omhoog in een spinnenweb? Ik heb echt het idee dat dat niet kan. Maar ja, ik zal wel voor een reden hier beneden... Ben ik nu omhoog aan het gaan? Nee, ik zak alleen verder lava in. Oh, nee. Oh, nee. Nee, help! Iemand? Help! Nee! Oh, Mark. Oké, ik ga het even googlen of het überhaupt mogelijk is om omhoog te gaan in een spinnenweb. Day 2. Ja, je moet blijkbaar gewoon omhoog teleporten. Tenminste, ik zie in andere video's dat mensen omhoog teleporten. Ik zat al de hele tijd van, hoe kan dit nou? Maar oké, je moet dus eventjes omhoog. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Want hoe ik het deed... Ik was goed onderweg. Oh, shoot. Ik skipte even een heel stuk. Maakt niet uit. Let's go. Oké. Misschien is er nog wel een andere weg, maar die gebruikt eigenlijk niemand. Iedereen tipiet hier weer omhoog, dus dan doe ik dat ook maar gewoon. Kijk, ik moet nu even rustig springen. Want ik ben gewoon... Ik moet me even concentreren. Oeh. Even concentreren. Even concentreren. Concentreren. Oh, dit is een verre jump. Oh, hoi. Ik moet toch altijd even mijn billetjes samen knijpen. Hoi, hoi, hoi. Het is wel spannend hoor, mensen. Oh, en dan zo'n einde. Ah. Horriba! Nummertje 27! Let's go. Let's go. Wow. 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 Hoi, wat een explosief begin. Ik moet hier omhoog. Wow. Wow. Dit is helemaal gek geworden, joh. Wow, nu ben ik hier. Oh, ik moet omhoog. Oké, dat kan ik. Oh, goed gesprongen. Hey. Wel cool gedaan. Hey, we skippen gewoon die in één keer door. Hupsakee, zo rollen wij. Hey. Misschien moest ik hem daar ook door skippen, ik weet het niet. Oh. Yeah, boy! Oh, wacht even. Ik dacht dat we klaar waren. Oké, ik moet een beetje omhoog kijken. Anders gaat het verkeerd. Ja, en dan die kant op. Ja, en dan die kant op. Ja. En dan die kant op. Priepapapa! Lekker gehap. Wacht even, waarom is dat dicht? Oh, hier is de uitgang. Ik dacht, what? Ik kan helemaal niet weg. Oh. Oh, dit... Ik moest meteen springen, blijkbaar. Komt u maar, gooi me maar lekker weer omhoog. Dan spring ik op die stenen, dan blijf ik lekker droog. Ja, la, 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 la. Oké. Hup. En hup. En hoep. En hap. En shushkabau. Deed ik het goed? Ik deed het goed, dames en heren. Oh, dit is ook weer... Dit is zo naar. Waarom maakt iemand zo'n sprong? Dit is al verschrikkelijk. Het is zo moeilijk, zo'n sprong. Oh. Oké. Hupsakee. Ja, kom op, maten. Kom op, maatjes. Dat kan ik toch niet doen? Oh, ik wilde in één keer doorrennen. Dat lukte ook niet heel erg. Oké. In één keer door. Ah.
Het is zo ver. Het is zo ver, jongen. Ah, oké, ik heb hem. Wat? Oh nee, om het hoekje springen. Ah, oeh. Ah, yes. Oeh. Ah, ah. Oh, lekker, boy. Dat is toch wel even iets om trots op te zijn, hoor. Dat is toch wel even iets om trots op te zijn. Ik kan niet meer praten, joh. Oeh. Ah, oeh, ah. Oeh, ah, oeh, ah. Daarheen? Ik denk het. Hey. Het zijn wel mooie levels, eerlijk is eerlijk. Mooi, is een mooi level. Is goed gedaan. Yo, dit is echt het geheim achter de waterval. Wat zit er achter de waterval? Hey, ik ben het. En er is lava. Ik weet niet waarom de lava is, maar ik ben er in ieder geval. Oké. Okay. Moet ik hier gewoon... Oh, wacht even. Ik moet gewoon... Nee. Toch? Wel. Oh, aha. Ik zie daar een slijmpje. Ja hoor. Dat heeft hij goed gezien, die meneer. Zeer goed. Zeer goed. Oejala. Alright, mensen. Nou, ik vind het trouwens nog wel even een mooi plekje om te zeggen dat wij nu Sinterklaaskorting hebben in de webshop. Je kan er allemaal producten vinden met korting voor Sinterklaas of voor kerst, ligt eraan waar je hem zelf voor wil bestellen. En je krijgt bij heel veel pakketten ook nog een handtekeningkaartje erbij. Bam, het is weer nieuw, dus als jij ze spaart, dan kan je weer een nieuwe sparen. En dan krijg je uiteraard van mij een handtekening. Ga ik voor jullie persoonlijk erop zetten, daar heb ik al op veel gedaan. En uiteraard, als je er eentje haalt, krijg je er ook. Dus mocht je dat willen doen, dodoshop.nl zijn dus nu flink wat kortingen. Als je voor 3 december bestelt, dan komt jouw pakketje zelfs voor Sinterklaas nog bij jou thuis. Als tenminste PostNL niet super lang erover doet. Dus hoe eerder, hoe beter. Hoe meer kans je natuurlijk hebt dat het gewoon op tijd is. Wij zullen het op tijd versturen, maar je weet natuurlijk nooit wat PostNL doet. Hey, maar wij gaan even naar boven, want wij halen gewoon dit level als een baas. Tenminste, waar moeten we heen? Daar. Oké, denk ik. Ah. Oeh, lekker hoor. Hupsakee, leveltje 30. Ik vind hem helemaal mooi. Maar hopelijk vonden jullie hem ook leuk. Smash even een duimpje omhoog. Check dus ook de andere varianten die ik heb gedaan. Mocht je die nog niet gecheckt hebben, zaten hele leuke level tussen. Dus als je deze video leuk vond, raad ik je zeker aan om een van deze twee aan te klikken. Om verder te kijken. Bedankt voor het kijken, mensen. En tot volgende keer. Ciao.